vanmiddag is hier de afsluiting van de muziekcarousel. En dat houdt in dat we 10 weken lang met 12 kinderen uit groep 3 en 4 van 4 scholen, dus dat is in totaal 48 kinderen, en met het Rosa Ensemble een voorstelling gemaakt hebben. Kinderen uit groep 3 en 4 van de openbare basisschool Grote Trekdreef, openbare basisschool Wezendreef, de Johannes 23 en de Opdreef. En dan steeds 12 kinderen uit groep 3 en 4 konden meedoen. En op de meeste scholen wilden er gelukkig meer kinderen dan 12 meedoen. Dus toen hebben de scholen ze geselecteerd. Ik ben Koeman. Wat ben jij? We hebben 10 lessen gehad waarin het Rosa Ensemble zich ook heeft voorgesteld aan de kinderen. En waar we het hebben gehad over ritme en melodie. En hoe maak je nou een compositie. Hebben we zelf een liedje geschreven. En nou ja, dat is de voorstelling geworden. Vooral hier in de buurt. En zij gaan nu helpen met jullie met muziek maken. En de eerste klas is de klas met Maite. We hadden bedacht dat het leuk was om een thema te hebben voor de voorstelling. Dus dan hadden wij bedacht dat het koken moest zijn, koken en eten. En dat de presentator een kok was. En het liedje, de basis van het liedje is gemaakt door het Rosa Ensemble. En die hebben gezegd tegen de kinderen, wij kunnen het liedje niet afmaken. We hebben geen ideeën meer. Dus dat moeten jullie voor ons doen. Dus toen zijn de kinderen met hun meesters of met de leerkrachten in dit project een einde en een tekst voor het liedje gaan verzinnen. Goed en best, en het werkt ook heel leuk samen met het Rosa Ensemble. En zelfs de ouders hebben allemaal nog meegezongen, dus ik vond het een hele geslaagde middag. Ja. Dankjewel. Dames en heren, ik vond het helemaal fantastisch. Ik ga de hele avond nog muziek maken. Yo.